De Duitse bioscopen blijven zeker dicht tot 30 juni door de coronamaatregelen. Dat heeft de Duitse regering gemeld volgens het internationale filmblad Screen. De filmhuizen. Maar ook de theaters en concertpodia zijn in Duitsland dicht sinds november. Tekst gaat verder onder advertentie: de kans is reëel dat de bioscopen nog langer dicht moeten blijven, als de besmettingscijfers daar in juni nog aanleiding toe geven. De Duitse overheid kondigde deze week op basis van de cijfers extra maatregelen aan. Zo komt de avondklok weer terug en moeten winkels weer dicht. In Nederland is onduidelijk wat er met de bioscopen gaat gebeuren. Het demissionaire kabinet heeft in de laatste persconferenties niet gesproken over de cultuursector. In het meest recente routeplan, dat 2 weken geleden werd gepresenteerd, werd gesuggereerd dat bioscopen eind mei weer openen. Maar de kans dat dit met de huidige cijfers realistisch is, lijkt heel klein. De Nederlandse filmzalen zijn inmiddels ruim 4 maanden dicht door de coronalockdown. Filmdistributeurs kondigden de afgelopen 2 weken wel voorzichtig weer nieuwe filmtitels aan, zoals Fast & Furious 9 en De Chameleon aan de Ketting. Beide films zouden in de zomer in Nederland in de bioscoop te zien moeten zijn. Buzzelets, Blok ADS.